Dit filmpje wordt mede mogelijk gemaakt door Gebroeders van Gent, Toyota dealer in Veenendaal en Ede. De Gebroeders van Gent finale weken is vandaag de gast in Zaandam. Hier achter mij in Sporthal Zaanlands West gaan de volleybalmannen van Prins VCV proberen er een derde wedstrijd tegen Zaanstad uit te slepen in de play-offs. Het eerste duel werd zaterdag in Veenendaal met 2-3 verloren. Prins VCV moet dus winnen. De wedstrijd gaat bijna beginnen, we gaan snel naar binnen. Dit is Zaanstad tegen Prins VCV. Prins VCV ging in Zaandam goed van start. Halverwege de set kwam Zaanstad een paar keer goed terug met vooral mokerslagen van nummer 8 Gino Naarden. Toen libero Ruben Schoners bij Zaanstad ook een paar stopfouten maakte, liep VCV rustig uit. Uiteindelijk won het de set met 21-25. In de tweede set waren beide ploegen goed aan elkaar gewaagd. Toen beide ploegen boven de 20 punten kwamen, gingen de punten om en om. Uiteindelijk won Zaanstad de tweede set nipt met 27-25. Het was 1-1. In de derde set had Zaanstad gelijk het initiatief te pakken. Zaanstad liep uit naar een grote voorsprong van 13-3. Pas in het eind van de set kon VCV een paar punten terugpakken, maar uiteindelijk ging de set met 25-18 naar de thuisploeg, 2-1. VCV moest de vierde set nu winnen om er nog een vijfde set uit te slepen. VCV kwam terug tot 20-20, maar uiteindelijk was het toch Zaanstad dat de set pakte. Het werd 25-23. Daarmee was ook de wedstrijd voorbij, 3-1. Zaanstad wordt zevende, VCV wordt achtste, het seizoen is voorbij.
Wouter Pilon, 3-1 verloren van Zaanstad. Weer verloren van Zaanstad. Eerste competitieronde wonnen jullie wel van ze, daarna drie keer niet. Wat maakt het spel van hun zo lastig? Ik denk dat zij veel servicedruk hebben. En zeker in deze hal is dat heel lastig spelen. Wij zijn natuurlijk Sportal West gewend met meer hoogte. En komt hier wel tot uiting, zeg maar. Dan heb je gewoon moeite om je eerste aanval te plaatsen in je passing, zeg maar. Om vervolgens je snelle spelletje te kunnen spelen. Dan merk je dat je onregeld bent, zeg maar. Ja. Want je noemt service druk. Ze hebben ook een paar spelers die flinke klappen kunnen uitdelen, zeg maar. Niet alleen bij de service, ook bij de aanval. Is dat dan nog extra handicap, zeg maar? Ja, klopt. Je bent in je verdediging ook wat lastiger, zeg maar. Op het moment dat je dus een keer een bal dat je erachter zit, ja, dan zit je hier op een metertje of 7 al snel tegen het plafond aan. Ja, ja, en dat remt wel, ja. Ja. En als je dat niet gewend bent, is dat lastiger spelen. Geen excuus, maar wel lastiger spelen. Ja. Jullie hebben een geweldig seizoen gedraaid eigenlijk. 6e plek geëindigd. Dan komen die play-offs. Dan doen jullie het nog goed tegen Lycurgus en daarna is het eigenlijk een klein beetje op, of niet? Ja, na Lycurgus was de koek helemaal op, leek het wel inderdaad. Lycurgus heeft enorm veel energie gekost, hebben we gemerkt. En je eindigt inderdaad 6e in de competitie, wat heel verdienstelijk is. Waardoor je dus een mooi uitgangspunt hebt gecreëerd om tegen de nummer 3 te gaan spelen. Lycurgus is een ploeg die ons ligt. En goed, uit weer lastig altijd. Hè. Dat is bij volleybal op een of andere manier gegeven. Dat uitwedstrijden gewoon erg lastig zijn. Dan zie je op een gegeven moment dat we goed mee kunnen komen. Daar, en uiteindelijk pak je ze thuis en dan staat het 1-1. En dan ga je toch met een lichte verwachting naar Groningen toe de volgende dag op zondag. En ja, dan ga je eraf. En dan lijkt het even alsof het nachtkaarsje uitging inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar jullie zoeken nog een hoofdsponsor voor volgend seizoen. Hoe schat je die kansen in dat gaat lukken? Oh, die kansen zijn aanwezig. En we hopen binnenkort goed nieuws te hebben. Dus er zijn ontwikkelingen gaande. En daar wachten we eigenlijk nu op dit moment op. En dat is spannend, ja. Dit was niet de laatste wedstrijd van Prins VCV of van VCV in de A-League? Ik hoop het niet, laat ik het zo zeggen. Nee, ik hoop het niet. Nee.